Kijkers, van harte welkom bij de 10e aflevering van Focus. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Uw positieve reacties stellen wij natuurlijk op prijs. In deze aflevering van Focus hebben wij de volgende onderwerpen voor u. President Desiree Bouterse had een ontmoeting met imkers in het district Koroni. Minister Hoefdraad gaat in op het bezoek van een groep investeerders aan ons land. Interviews naar aanleiding van de pas beëdigde DC van Ikeri. De BGVS heeft een nieuwe directeur die zijn plannen met u deelt. En de regiocommandant van het westen van ons land gaat in op een aantal werkzaamheden van de politie. Voordat wij van start gaan met de onderwerpen, vragen wij uw aandacht voor het volgende. Suriname staat in 2018 op de democratie-index op de 49ste plaats met een score van 6,98. Dat is een lichte stijging van een plek vergeleken met het jaar daarvoor. Dit meldt het blad The Economist. Op regionaal gebied staat ons land op de 8ste plaats boven Brazilië, Colombia en Guyana. In 2017 was ons land op de 9e plek. Het hoogste score van ons land is voor verkiezingsproces en pluralisme en het laagst voor politieke cultuur. Voor het functioneren van de overheid geeft de Economist ons land een score van 6,43 en voor politieke participatie 6,67. Wat burgerlijke vrijheden betreft is het cijfer 7,65. De Democratie-index 2018 biedt een momentopname van de toestand van de democratie wereldwijd voor 165 onafhankelijke staten en 2 territoria. De lijst wordt aangevoerd door Noorwegen met 9,87 punten. U kijkt nog steeds naar Focus. President Desi Bouterse heeft in het district Koroni een ontmoeting gehad met jonge ondernemers. Deze groep jongeren heeft het telen van bijen op eigen initiatief en eigen middelen weer opgepakt. Hoewel er nog kleine aanpassingen gepleegd moeten worden, is het staatshoofd onder de indruk van de bedrijvigheid van deze jonge imkers en vindt het een geweldige start. Tijdens een werkbezoek aan het district Koroni heeft de president Desiree Delano Bouterse met enkele jonge ondernemers een vruchtbaar gesprek gehad. Deze groep jongeren heeft het telen van bijen op eigen initiatief en eigen middelen weer opgepakt. De guys. De job zou wij doen, dus pres kon ik persoonlijk even werkelijk weer doen job. Dus pres kon ik schrijven dat ik aan de playwerk op play, met pres kon ik dat ik hoe de. Pres, dit is nou hoe ik sta niet, je volgt geen ba. Zolang ik aan bonden kon doen naar de jongeren, voor sommige regio, dat we denk dat ik boek succes, samen naar Ivan Kou, dat we denk dat ik boek succes. Dus hoe nevrede, de sande dape una struggle we struggle de fouta king dat we overhandig je pres dit is nami product parwa honing origineel geen namak Everest origineel ja hey is geen namak dus want to all of tapu dat me live je pres sami tapu me tapu ma want to be you one def to pres tapu dus dat me live je pres. Heren, nawang bikin, en we sitak a bikin pung, en umcaring ko moro farang. Anom de sotak am dewang karwir faya. Ina roko teo roko ate pinching struggle o te mandi mandi mar, dat nomus belet unu fu
pucara wala ko gomoro fara. En mistate wang wang stotude dan alamai panya. Manomek ade wang karuir faya a organisasi. En mistak ade wel mogelijk dat a organisasi kan tang futego. To vooral giuchi u gramchi later ade belangrijk ook toe. Ja? Nogmaals, president, bedankt voor uw komst hier. En heren van de organisatie, succes. En we go together to the job. Ja? Met als slogan de, ko uluku san unu kan dugi koroni, prep us no wachti lugu tak, san koroni kan dugi unu. En zo begin, en we aantal projecten vooruit. Ondersteuning die naar Wantagroep samen bij ook toe samen actie. Je hebt ondersteun voor iets ondersteunen met bijvoorbeeld Upak Oni aan. Mag niet uit zijn wat je doet, maar in zet wel een project. En natuurlijk niet alles aan de wakker vlot. We aantal projecten wakker, we aantal projecten vader ook toe. Maar dat na een deel voor alibi. En later hoe je dat denkt, bara die stek in ieder geval een uniek gedeelte. We hebben een aantal afspraken, zo'n tactiek, want dat is even blijven liggen vanwege andere werkzaamheden. En laatst ben ik de jazzo. Ik zag dat ik me verrast ben aan een karton uniek. Ik zag leeftijd en dat ging dus ook hier niet meer gekomen power. Ik vond het geweldig. En ik had toen beloofd dat ik me kon lukken voor en organiseren. We hebben een meeting, met een maatje uitleg. Kortom, er is een andere groep. Ik denk dat ze een grotere organisatie hebben. Maar dan gaan we denk dat de orgafie, ondanks dat we zien, levert morgen een prestatie. We volgen natuurlijk aan social media. En we zien eigenlijk een wijze van we produceren. En we denken nou, als de man doet een boon job. En wij moeten, want de man zorgt aan de man. En dan moeten wij kijken van, om ondersteunen de man komen vallen. In algemene zin. We denken nou, meneer Garanuzak Luku. Vooral tegen Luca, kotak hier uitgangspunt voor voedselveiligheid. We hebben een aantal zaken moeten doen. Dus, morgenvaren natuurlijk om Luca equipment en trapprojecten zijn de. Bepaalde projecten die de onderdakken, eigenlijk is het niet mijn bodja, maar boem voor ook daar foto. Ik hoop dat, ik nog iets verslag heb voor Masara van Ivan, Granos, maar ik hoop dat als een wakker boem. En eigenlijk kon ik versteren kon luku en kon versteren naar het proces. En ik ben zeer aangenaam verrast, want ik ben sterk met een paar beroepen. Mijn man op zijn pensioen en ik ben dan is hij jongere tijd over. Dat heeft me heel erg verrast. Ik zou zeggen, ga zo door. Blijven jullie een positief voorbeeld zijn voor deze jongeren. Zodat wanneer we werken in dit land, jij je brood op een eerlijke manier kan verdienen. En erger nog, je kunt een goede verdienste hebben. In het begin, dat is niet zo makkelijk. Maar even zetten door, even kiezen ondersteuning en organisatie, ook via ondersteuning, lijkt van Tagikba, denk, sansang, utakken, tien camera, uno herhaal je zo. Misschien dat ik kan de optie mandi ben dat jongen, utakken ik al dat mannen komen. Amane zet koite. Maar 100% en in Berika dat aparte. Aparte, biggie, alle pres wel long, fuyepi, stimuleer jongeren. Even naar Corona, even naar Nikeri, even naar Kotak Marwina, even naar Benderland. Mij breed ik vaak dat jullie een voorbeeld kunnen zijn. Ik hoop dat van de, ik denk ruim 60 grond zo op het jaar ook toe, dat we een pisproductie dat moeten eruit, dat men gaat begrijpen dat het erg, erg prettig is om ook landbouw te doen. Het betaalt. En natuurlijk zeker wanneer het op een verantwoorde wijze onder deskundige leiding. En gelukkig hoe je dat in corona. Barada samus
begeleid, maar in het landbouw gebeuren, dat hij heel erg actief is. Nogmaals, jullie gaan een geweldige toekomst tegemoet. We gaan het tempo helpen versnellen in de ruimste des woords. We gaan gewoon die ondersteuning doen. We moeten hard blijven werken, dat is belangrijk. Politiek is, het is geen doel op zich. Het is een manier dat wij die de ideeën hebben, correcte ideeën, om uiteindelijk voor jouw gemeenschap te werken, dat de gemeenschap moest kan KVZ. Corona heeft het hard nodig dat al de resorten gaan aanpakken en dat ze goed begeleid worden, goed worden ondersteund. Minister Gilmer Hoefdraad van Financiën heeft op maandag 14 januari bezoek gehad van een groep investeerders. Wie deze personen zijn en wat ze precies van plan zijn, vertelde de bewindsman in een gesprek dat wij met hem hadden. We hebben heel vroeg begonnen met een ontbijtmeeting met 17 gasten uit het buitenland. We hebben hier een historisch feit. Dat er 4 instellingen zijn gekomen om over 1 financieringstraject te praten waarbij ze alle 4 inkomen. We hebben hier zo de Islamic Development Bank, onze bekende partner. We hebben het OPEC Fonds voor Internationale Ontwikkeling, OPEC, wat we noemen de OFIT. We hebben de Caribbean Development Bank, ook een bekende partner sinds we lid zijn vanaf een paar jaartjes terug. En we hebben een nieuwe partner bij gehad, dat is het Kuwait Fund for Arab Economic Development. We hebben het verzoek voor financieren van het energietraject, een 100 miljoen. De details zijn natuurlijk via het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de EBS. We hebben dat traject ingezet in 2017 met de Islamic Development Bank. En partners die dat gehoord hebben, hebben direct gezegd van we willen ook graag mede financieren. En het Kuwaiti Development Fund, die heeft in bilaterale gesprekken die we met ze hebben gehad, hebben zij ook hun interesse uitgedrukt om mede te helpen financieren aan projecten van Suriname. En ze zien het energieproject als een heel interessant project om mee te beginnen. Ik moet zeggen dat het Abu Dhabi Development Fund niet hier is, maar ook hun toezegging hebben gedaan dat ze graag hierin willen financieren. Dus je praat over 5 partners en die zeggen van gewoon op het kompas van de ISDB te kunnen varen als het gaat om het financieringsmodel. Dus 4 partners hier. En eentje buiten, van die 5 in feite zijn er 2 compleet nieuw. Geeft aan de interesse van Suriname, dat is 1. 2 geeft ook aan dat wij als klein land niet alleen staan. We hebben het vaker gezegd, we hebben zoveel vrienden in de wereld. We hebben nu 2 nieuwe vrienden bij. En die willen ons helpen in ons ontwikkelingstraject. Dus vanmorgen had ik een ontmoeting met hun, zo welkom hetend. Namens de regering en ze ook inschieten op de macro-economische ontwikkelingen, de issues die zij hebben, de vragen die ze hebben, vooral voor de nieuwe partners. En ze gaan een heel druk traject. Ze zijn nu geloof ik bij de EBS, daarna gaan ze naar NH. Ze gaan ook andere meetings hebben met ons, met andere partners, zoals met de IDB. En los van het energieproject waarvoor ze specifiek zijn gekomen, willen ze ook graag andere vraagstukken die wij gefinancierd willen zien via onze donors willen ze ook op tafel hebben. Dus er zijn een aantal meetings over
volksgezondheid gepland. Er gaan wat andere komen naast wat we hier met ze bezig zijn nu. Ook met de update van lopende projecten die al bezig zijn. Dus het is een uniek moment dat wij zoveel partners op hetzelfde moment samen hier hebben. Dus we hebben een heel interessant programma voor ze in elkaar gezet, waardoor men een heel goed beeld heeft van onze vraagstukken, maar ook een goed beeld heeft van wat het land is. Weet je, men wordt zoveel gezegd over Suriname via social media, etc. En als men komt naar Suriname, is men verrast van God. This is a nice place en we voelen ons helemaal op ons gemak. En ze willen graag bijdragen, omdat ze ook zien van hoeveel, efforts, hoeveel moeite we zetten in het ontwikkelingsproces, dat toch wel vaker gestagneerd is geworden van ons sociaal programma, hoe zwaar het is, maar we willen het volbrengen, weet je, dat we vandaag de dag energie willen brengen naar alle hoeken van het land, water willen brengen naar alle hoeken van het land, gezondheidszorg overal, onderwijs overal. Het heeft een zwaar kostenplaatje, maar dat is de agenda van de regering. En deze partners zijn heel erg bereid om ons te helpen. Dus we hebben ze zijn hier tot 18 januari. Ze hebben een paar zware meetings. Ze zitten bij NH vandaag, EBS vandaag. Er zijn daarna presentaties van hun over verschillende modellen. Ze gaan door met die instellingen die met energie te maken hebben. En daarna zijn er dan op andere dagen toch wel, los van bezoekjes, zijn er wat concrete discussies over andere projecten. En de bedoeling is dat wij aan het einde van de rit van deze week een memorandum of understanding kunnen hebben die alle vier partners kunnen tekenen. En dat vind ik fantastisch. Ik ben er heel erg blij mee dat ze allen de moeite hebben genomen om van ver te komen, om hier te zijn. En als ik zeg, vier organisaties, 17 man, ze zijn echt met hun hoofd van delegaties, hun ingenieurs, maar ook hun juristen gekomen. Want ze zeggen van, kijk, als we van hier gaan, moet het al rond zijn. Dus voor ons is dat prachtig. Vanaf vrijdag 11 januari zwaait Nisha Kurban Babu, de scepter over het district Nikeri. De nieuwe DC is geen onbekende in Nikeri en heeft in haar laatste functie gediend als ambassadeur van Suriname in Guyana. De redactie van Focus heeft na de beëdigingsceremonie enkele notabelen gesproken, waarvan u het volgende verslag krijgt. Minister en nieuwe districtscommissaris in het district Nikeri, welke ondersteuning hebben jullie er al gegeven? Nou, natuurlijk vanaf het inwerken van de DC. Ze mag de stage lopen hier op het commissariaat. Alvast kennis maken met de gang van zaken op het commissariaat, hoe het reelt en zijt in grote lijnen. U weet dat zij in haar vorige functie gediend heeft als ambassadeur in Guyana. En dat komt dus zeker goed van pas. Het is een grensdistrict. Er gebeuren een aantal zaken hier, zowel in positieve als negatieve zin, die grensoverschrijdend zijn. En waarbij je dus natuurlijk niet alleen de skills, maar ook kennis moet hebben van zaken. Om zaken in een breder perspectief, laat maar zeggen internationaal perspectief, bilateraal perspectief te kunnen plaatsen. En deze kwaliteiten heeft deze DC zeker. De scheidende districtscommissaris is de heer Julem Singh. Mogen we weten waar hij geplaatst zal worden? Laten we even, laten we zeggen in het midden. Het komt wel goed. U weet, hij is een heel kundige DC. Hij heeft 7 jaren hier gediend. Net ook in zijn speech aangegeven dat
onder deze president hij het langstdienende mocht zijn op één standplaats. En dat is heel bijzonder. Dat geeft al aan welke kwaliteit hij bezit. Ik denk dat hij nu even gaat rusten, maar we zullen hem zeker inzetten. Minister, een boodschap voor de nieuwe DC? Ja, zeer zeker. De nieuwe DC wil ik vragen om, laat me zeggen, haarzelf te zijn, want op grond van die kwaliteiten die ze heeft, is voor haar gekozen om de verantwoordelijkheid op haar schouders te leggen. En dat ze zeker moet kunnen vallen op ook de ervaring van de collega's. Is een heel steun, de andere collega's, omdat ze meestal zaken al hebben meegemaakt waarbij ze een bepaalde oplossing, een bepaalde ervaring hebben. En vooral niet vergeten om altijd onverwijld de minister van regionaal, met belast met regionaal bestuur te informeren over eventualiteiten. DC, u heeft vandaag een nieuwe collega bij. U bent langer in het vak. Wat gaat haar te wachten staan? Veel werk. En ik denk dat, zoals ook de president, en wij allen volle vertrouwen hebben. En ze heeft veel werk. Die keer is een mooi district. Het is een veel district, veel diversiteit. Toch? En veel diversiteit aan denken van mensen. Toch? Maar uiteindelijk is er één ding. Daarom ben ik ook elke Pasen hier in Nikeri. De Nikerianen hebben één mooi ding. En dat is Nikeri moet het mooiste zijn. Nikeri moet het beste zijn. En al is men zo, nog zo verdeeld in denken, laten we zeggen op welk ander vlak dan ook. Maar als het gaat om het district, dan worden ze allemaal één. En dat is het mooie en het krachtige dat Nikeri heeft. U zei werken, ze gaat hard werken. Welke boodschap wil u haar meegeven? Dat ze dan niet meer van haar familie is, maar van de Nikeriaanse gemeenschap. De nieuwe districtscommissaris in Nikeri. U heeft al meegelopen met collega's. Hoe heeft u dat moment ervaren? Dat moment van meelopen, dat is ongeveer 3 maanden geweest. Ik heb het heel positief ervaren. En gezien ook mijn achtergrond, ook mijn carrière voordat ik ambassadeur werd in Nikeri, ken ik die gemeenschap. De zaken waren niet al te onbekend voor mij. En het is altijd goed om te zien hoe op het commissariaat met een aantal zaken wordt omgegaan. Kijk, er zijn tal van zaken. Er is een districtsplan, er is een regeerplan voor elk district. En natuurlijk heb ik gezien dus dat een aantal zaken, gezien ook in het karakter van dit district, zijn er een aantal zaken waarop men de nadruk legt. Wat bijvoorbeeld voor Saramaka een veel belangrijkere prioriteit is, hoeft dat nog niet voor Nikeri te zijn. En gelet daarop zal ik dus mijn activiteiten afstemmen. DC, welke oproep wilt u doen aan de Nikeriaanse gemeenschap in het bijzonder als het gaat om samenwerken? Aan de Nikeriaanse gemeenschap wil ik zeggen, we zijn Nikeri, we zijn het district. Wij moeten ook een voorbeeld zijn van hoe wij ook op de eerste plaats onze ontwikkeling ter hand kunnen nemen. Ik ben echt een voorstander van dat we zelf initiatieven, zelfvertrouwen en samenwerking moeten stimuleren en promoten. En ik heb al geluiden uit het veld dat ik op hun samenwerking mag rekenen. Districtscommissaris, zoals u heeft aangegeven, de langzittende DC in een district. Hoe heeft u die 7 jaren ervaren in Nikeri? Heel leerrijk voor mij als persoon. Al was ik heel jong, maar heel veel bagage ervaring, omdat ik eigenlijk heel jong ook in de politiek ben gestapt. Maar laat me vanaf het begin het verhaal geven. Ik ben eigenlijk een zoon van een andere politicus weer. Mijn vader, Weyland, mijn vader heeft in der tijd was coördinator van de VHP geweest. En ik als jongste zoon, de 12e van hem, is dan uiteindelijk coördinator van de NDP geworden. En ik weet, ik kan een hele boek mee schrijven wat ik allemaal niet heb meegemaakt. Maar heel vroeg gerold, heel jong ook in het parlement gezeten. En de levenservaring ook.
meegenomen van die ouders van me, die ik allemaal meegehad heb, waardoor ik eigenlijk, toen ik hier startte, toch nog met een behoorlijke bagageervaring kon komen. En dan nog, elke dag zeg ik, leer je wat bij. En je wordt met de dag, met de tijd ook natuurlijk. Deze, welke boodschap geeft u aan de nieuwe districtscommissaris van Nikeri? Dat wat ik zelf van het veld hoor, wil ik de boodschap meegeven, is heb een luisterend oor. 7 jaar terug had ik beloofd dat ik een luisterend oor zal hebben voor een ieder. Vanaf Michael en Mala van de straat, een dak- en thuisloze, tot elke burger. Voor mij is de formele audiëntie geweest dinsdag. Maar ik had audiëntie van maandag tot en met vrijdag. Ik had audiëntie op Facebook ook. Heel veel van de audiëntiegevallen heb ik daar afgehandeld. Dus zoveel mogelijk met de technologie mee mensen van dienst zijn. Want we zijn landsdienaren, laten we het land dienen zoals wij in naam dragen. En eenvoud zeg ik, zeer de mens. En dat was ik altijd. En dat wil ik ook meegeven. Men is een bepaald stijl gewend. Want burgers zijn gauw geneigd om vergelijkingen te maken. Dus het is goed om toch nog die stijl voort te zetten. Per 1 januari van dit jaar heeft het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, een nieuwe directeur. Ryan de Gama is de functionaris die het bedrijf samen met een nieuw team naar grotere hoogten mag tillen. Wij spraken de kerstverse directeur over de plannen die hij heeft met dit voor Suriname belangrijk bedrijf. Het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, is de grootste importeur van en groothandel in medicamenten van Suriname. Alvast laat me beginnen om jullie van harte welkom te heten, NII, hier binnen BGVS. Leidinggeven voor mij is niet iets nieuws, omdat ik dus uit de ondernemerswereld kom. En ik was dus al in de leiding van mijn eigen onderneming, voordat er mij gevraagd werd het karretje hier te gaan trekken en de job hier te gaan doen. Dus het is niet iets nieuws voor me. Ik ben altijd in de leidinggevende sfeer geweest, om het zo te zeggen. Maar het is elk bedrijf natuurlijk heeft zijn eigen karakter. Dus ook het BGVS natuurlijk heeft een eigen karakter, eigen activiteiten, eigen dingen te doen. Dus het is always another challenge. Maar we gaan ervoor. We're here to do the job en we gaan het doen. Wat bent u van plan te doen in de komende periode? Dat vind ik een beetje een spannende vraag, omdat ik er dus pas zo, voordat de oude directeur wegging, of met pensioen ging, heb ik 3 maanden mogen meelopen, om even dat woord meelopen te gebruiken. Heb ik even mogen meelopen om, weet je, de gang van zaken na te gaan, hoe dat allemaal gaat en rolt hier binnen het BGVS. Maar nochtans vind ik dat ik er nu, met alles opgeteld, misschien 3,5 maandjes erbij zit, een beetje te vroeg voor me is om echt helemaal uit te gaan zetten welke richting we opgaan. Want ik moet nog een beetje duiken, weet je, in het operationele en echt nog alle bedrijfsstructuren, alle bedrijfsprocessen gaan masteren. Voordat ik echt zeg van guys, deze richting gaan we op. En zou u ons dan wel kunnen uitleggen wat de rol is van BGVS binnen de samenleving? Oh, dat is simpel. De naam zegt het al, BGVS. Dat is dus dat voor afkorting voor Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname. Dus we have it all in our name, dat wij dus voor geneesmiddelen moeten zorgen voor Suriname. Weliswaar heb ik wel één kleine opmerking dat ik heel snel wil maken natuurlijk, omdat we vaak horen BGVS, dat wij alleen de enige zijn die dus Suriname voorzien van geneesmiddelen, maar dat er dus ook nog andere importeurs zijn die Suriname ook voorzien van geneesmiddelen. Dus het BGVS is niet het enige of de enige, het enige instituut of enig bedrijf of importbedrijf dat zorgt voor geneesmiddelen, maar dat er ook nog zeker 9 andere boys naast ons staan die ook importeren en die ook Suriname voorzien van geneesmiddelen. Maar dus om terug te komen naar je vraag, what's in our core? Dat is de Suriname voorzien van geneesmiddelen. Kijk, de vorige directie heeft natuurlijk een prachtig bedrijf achtergelaten. De vorige directie heeft uitermate haar best gedaan. De directie trouwens, dus dat was een mevrouw May en de heer Bharat Singh, hebben echt hun uiterste best gedaan om het bedrijf op en top te laten. Maar natuurlijk heeft elk huis een kruis en zijn er altijd wat dingetjes die anders kunnen. En er zijn natuurlijk een paar dingen die jij dus met een nieuw pair of glass
Relax is een nieuwe set van ogen. Dat er andere, dat er altijd bepaalde dingen zijn die wel anders zullen. Hoe ziet u de samenwerking tegemoet met de partners van de medische sector? Hoe ik de samenwerking zie. Het is er altijd geweest, want je bent niet een eiland, je bent niet alleen. Dus je moet het samen doen in die hele gezondheidssector. En de samenwerking is er altijd geweest, maar, of nou geen maar. Het zal natuurlijk me heel goed doen om die samenwerking te gaan intensiveren. En het nog strakker te trekken en ja, nog scherper te gaan trekken, die samenwerking met alle andere actoren. En heeft u al enig weten over jullie voorraad? Is de voorziening gegarandeerd? Ja, de voorziening is 100% gegarandeerd. We werken hier met een beschikbaarheidspercentage dat hier scherp in de gaten wordt gehouden door onze apothekers. En dat wordt constant bijgehouden. De voorraad wordt constant bijgehouden, wordt constant gemonitord. En we werken met een bepaald beschikbaarheidspercentage dat we dus constant monitoren om te kijken hoe we zitten met onze voorraad. Maar de voorraad en de voorziening is absoluut gegarandeerd. En met welke actoren zullen er gewerkt worden? Binnen die gezondheidssector? Oh, dan hebben we, als we kijken naar de stakeholders die, van het BGVS, dan hebben we stakeholders, moet je denken aan overheidsziekenhuizen. Die zijn hele grote stakeholders. We hebben de particuliere ziekenhuizen. We hebben ook die particuliere apotheken. We werken ook samen met RGD. De drugstores en eigenlijk iedereen die echt een beetje te maken heeft met geneesmiddelen, kom je wel vroeg of laat tegen hoor. De politie in het westen van ons land werkt dag en nacht om de samenleving dienstbaar te zijn. De nieuwe regio-commandant Reticia Forster gaat nader in op een aantal activiteiten van het korps in dit deel van Suriname. Hoe lang bent u al regiocommandant? Ik ben vanaf 1 december 2018 aangesteld als regiocommandant in het Westen. En bent u zelf ook van Nikeri? Nee, toevallig niet. Van waar bent u dan? Ik ben afkomstig vanuit het district Para. Ik ben een paraan in hart en nieren. Maar vanwege mijn werk ben ik gemuteerd naar het Westen. En u bent er ongeveer al een maand. Hoe bevalt het u? Oh, het bevalt mij prima. Ik voel me thuis, omdat het niet de eerste keer is dat ik te werk ben gesteld in het Westen. Ik was eerder, dat is in het jaar 2000, nee, in het jaar 1995 tot en met het jaar 2008, was ik al werkzaam in het gewest Nikeri. Wat maakt u allemaal mee als regiocommandant? Nou, als regiocommandant zijn er verschillende momenten wat je meemaakt. U weet dat u als regiocommandant de invulling moet geven aan je taak. Je moet helpen om het beleid te ondersteunen en uit te dragen dat door de korpsleiding is uitgestippeld. En aan de hand daarvan, en natuurlijk moet je dan alles wat noodzakelijk is gelijk rapporteren. Je hebt structureel werkoverleg met de directeur operatieën en met de korpschef, de districtscommissaris en andere stakeholders. En daarnaast heb je nog het personeel waaraan je leiding en instructies moet geven. Je moet managen op dat gebied. Mevrouw Forster, als we praten over regiocommandant, dat wil zeggen dat u Nikeri heeft, u heeft Wageningen, u heeft Saramaka. Als vrouw, hoe gaat u daarmee om? Nou, het is een uitdaging als vrouw, maar het is en blijft het werk. Het is het werk als politieambtenaar. Daaraan moet je gewoon invulling aan geven. Je doet je werk objectief, zonder aanzien des persoons. En je zorgt ervoor dat je de juiste sturing geeft aan medewerkers. Oké. Een van de dingen waarover vaak gesproken wordt is die baktrakroute, Yete Nikeri, naar Guyana. Wat zal er allemaal gaan veranderen nu u aanzit? Nou, je kan niet gaan praten over een verandering nu ik aanzit, omdat er heeft thans een wisseling plaatsgevonden van de DC en met de voormalige DC was er al een stukje regulering ten aanzien van de baktrakroute. Je kan regels die zijn vastgelegd en afspraken die er gemaakt zijn, kan je niet doorbreken.
Je moet invulling geven daaraan. En als er veranderingen moeten komen, dan moet dat natuurlijk gebeuren in overleg met de districtscommissaris die belast is met de openbare orde. Nu is er een nieuwe districtscommissaris vanaf vrijdag 11 januari. Hoe ziet u die samenwerking tegemoet? Objectief, positief. Gaat erom dat er wel een heel goede samenwerking was met de voormalige districtscommissaris. Er was consensus bereikt over bepaalde zaken. Op de maandag hadden we structureel werkoverleg. En er zijn nu al afspraken lopen, zeg dat de werkwijze op dezelfde voet zal worden voorgelegd. Alleen moeten we nog een datum prikken voor de officiële kennismaking. En om na te gaan welke instructies zij zal geven en hoe wij dan verder invulling daaraan zullen geven. Mevrouw Voorster, december is een vrij drukke maand. Wat is er allemaal gebeurd in december hier ten Ikeri? Laat me aangeven, vanaf mijn aanstelling had ik aangegeven dat wij zaken anders zouden aanpakken. Met dien verstande dat er eerder was gesteld dat Nikeri een gewest is dat vrij is van criminaliteit en waarbij mensen zich ook veilig moeten voelen. En wij hebben toen gesteld dat dat veiligheidsgevoel terug moest komen en dat wij ook Nikeri vrij willen houden van de criminaliteit. Nou ben je geen regiocommandant alleen over Nikeri, maar je bent regiocommandant over drie gewesten. U praat. In de volksmond praten wij over districten. Dat wil zeggen dat er dan overlegmomenten zijn geweest met de verschillende resortcommandanten, waarbij het beleid is uitgestippeld. En een van de zaken die wij zeker zouden aanpakken, was om te zeggen dat we een verhoogde surveillance zouden uitvoeren. Net als hoe Paramaribo dat had gesteld. En dat is een van de instructies die er waren om te zeggen naar het oude jaar toe. Om daaraan invulling te geven. Heb ik ook besproken met mijn personeel. Wij hebben toen een draaiboek gemaakt. En wij hebben ook op dezelfde moment, simultaan, die verhoogde surveillance uitgevoerd in de regio. En het heeft resultaten opgeworpen. Mag ik die resultaten met u delen? Ja, gaat u gaan. Oké. We hebben in de periode van 15 december tot en met 31 januari hebben wij onderzocht 2 inbraken gehad in die periode en beide zijn onderzocht. We hebben 8 diefstallen gehad bij nacht en 7 eenvoudige diefstallen. We hebben in die periode hebben wij bij de veelvuldige controles die wij hebben gehad, met name roadblocks in samenwerking met het Nationaal Leger, waarbij ook snelheidscontroles zijn uitgevoerd. En wij ons ook specifiek hadden gericht op recidivisten en verdachten die voortvluchtig waren. Heeft het zijn vruchten afgeworpen en het heeft geleid tot in verzekering stellen van 15 personen, waaronder 2 die zich hadden schuldig gemaakt aan diefstal door middel van geweldpleging. Wij hebben 329 bekeuringen ingesteld en we hebben totaal aan boete direct ontvangen 6.770. Wij moeten nog 28.775 ontvangen aan boete. Wij hebben 2 dossiers opgemaakt. Er zijn 2 rijbewijzen ingevorderd van bestuurders die de maximum vastgestelde snelheid hadden overtreden. En wij hebben ook 2 dossiers opgemaakt van bestuurders die hebben gereden onder invloed van alcohol, waarbij ook de rijbewijzen zijn ingevorderd. En dit was Focus. Dit programma wordt van maandag tot en met vrijdag uitgezonden om 9 uur 's avonds met de herhaling om middernacht 3 uur, 8 uur en 11 uur via KOF-TV, kanaal 8.3. Bedankt voor uw aandacht en tot morgen. Dag.